Regel het voor nu en later, juist in tijden van onrust en onzekerheid. Maak uw eigen privédossier, zodat u zeker weet dat alles wat u wil ook echt wordt uitgevoerd. Mail naar info@derechtfamilyoffice.nl of kijk op www.derechtfamilyoffice.nl. We zijn u graag van dienst. Ukkie Pukkie Race op de schakel. De Ukkie Pukkie Race organiseren in het kader van het EK baanwielrennen. Die is in januari 2024, van 10 tot volgens mij 14 januari even uit mijn hoofd. In het Omnisport in Apeldoorn. Er komen veel toppers naartoe natuurlijk. En in het kader daarvan organiseren we allerlei side events. Dus om kinderen en ook volwassenen, dit is toevallig voor kinderen, te activeren om te gaan sporten. En ook te weten wat daar allemaal te doen is in het Omnisport. Wat zijn de andere activiteiten die georganiseerd worden? Nou, we staan bijvoorbeeld aankomende zaterdag staan we met een pumptrack op de Anklaar. Een pumptrack is een baan waar je met crossfietsjes overheen kan. En ook met longboards of iets dergelijks. Daar kunnen kinderen of eventueel zelfs volwassenen ook gebruik van maken. Er komt een hele mooie gravity in de paslaan in de fietsenstalling te hangen. We gaan waarschijnlijk de grote fietsen die in Apeldoorn hangen nog een andere kleur geven. Die worden helemaal gepimpt. Er komt nog een fotoworkshop voor hobbyfotografen, zeg maar. Waarschijnlijk nog een dikke bandenrace. Er komt nog een clinic op het vaste pumptrack in Zuidbroek. Dus nog heel veel activiteiten die we gaan doen. Terugkomt op de Ukkie Pukkie Race. Wat is de Ukkie Pukkie Race eigenlijk? De Ukkie Pukkie Race is een race voor de allerkleinste op kleine loopfietsjes. Dus er zijn roze, zwarte, alle kleurtjes. Voor groepen 1 en 2 van de basisschool. Er doen volgens mij 8 basisscholen mee dit jaar. Ongeveer 340 kinderen. Dus dat zijn er echt best wel veel. We gaan elke keer naar een andere school toe. Vandaag zijn we dus hier bij de Schakel. Ja, die kinderen vinden het fantastisch. Dus ze racen tegen elkaar. Maar iedereen is een winnaar. Dus ze krijgen allemaal een hele mooie medaille van het EK baanwielrennen van ons omgehangen. En dan zie je die kopjes glunderen en trots zijn ze. En vertel nog even kort wat er te doen is in het Omnisport en wat het Omnisport is. Maar je ziet wel dat ze daar echt nog te klein voor zijn. Dat ze het eigenlijk niet helemaal snappen waarom we het doen. Ze vinden het gewoon leuk.